Engelsol. Ik ben Wilma van Nurk en voor de plaatselijke omroep van gemeente Haren. Leuk. Wil ik jou komen interviewen. Nou, als, hartstikke leuk. Nieuwe horecaondernemer in het Helvoortse. Ja, klopt zeker. Nou, mijn naam is Sylvie. En wij zijn inderdaad 5 weken geleden begonnen met een nieuw restaurant hier in Helvoort. Ja. En nou, leuk dat je er bent. Ja, leuke locatie hier. In het voormalige restaurant, herberg, hotel, De Zwarte Leeuw. Klopt, klopt. Vanwaar de keuze voor deze locatie? Nou, we wisten natuurlijk een tijdje al dat het pand te koop stond. Niet dat wij daar heel lang mee bezig zijn geweest, maar we wisten natuurlijk dat het te koop stond. En eigenlijk zijn wij op een gegeven moment gaan nadenken van zou dat iets voor ons zijn om dat te kopen. En nou, langer over nagedacht en toen wat gaan links en rechts wat gaan informeren. Ja. Vooral bij de eigenaren van al het bestaande zeg maar concept van Den Tol, de 3 andere restaurants. Ja. En eigenlijk was dat heel snel beklonken en dachten wij dan gaan we dat doen. Gaan we mee in het concept van Den Tol. Ik hoor jou wij zeggen. Wie is wij? Mijn partner en ik. Ja. En jullie hebben nog meer bedrijven om je? Of is dit het enige? In hier in Helvoort in principe wel. We hebben in Drunen, eigenlijk in Giersbergen, hebben we nog een hotelherberg Maleisje. Die heet Den Dries. En heb ik verder niks mee van doen. Mijn partner wel. En ja. Hij heeft ook nog een bouwbedrijf. Nou goed, dus er zijn nogal een aantal bedrijven inderdaad waar we ons mee bezighouden. Ja, lekker druk. Ja, hele druk. Heel ja. druk. Zullen we... Wil je even een rondje lopen? Ja? Ja. Nou, kom mee. Nou, we hebben vanaf het moment van koop hebben we heel veel veranderd. We hebben plafonds opgehoogd, we hebben heel veel muren weggehaald, doorgebroken, verbreed. Nou, eigenlijk is de meeste mensen die hier regelmatig kwamen, die kijken wel hun ogen uit. Die zeggen van jeetje, dat dit nog zo geworden is. Aan de buitenkant oogt ook anders. Oogt ook anders. En dat hebben we eigenlijk al heel snel gedaan. Omdat wij we gingen natuurlijk richting winter. En toen dachten we, laten we in ieder geval snel al de buitengevel geschilderd hebben. Ja. Want dan is dat al gedaan voordat de vorst ook zou komen op slechte weer. Ja. 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 Dus en toen zijn we binnen aan de slag gegaan. En met een binnenhuisarchitect. Dus die heeft heel veel bepaald qua kleur, qua design, qua noem het allemaal op. Welke stoffen, welk behang. Ja. En dat was een hele prettige samenwerking. Ja, dit is het resultaat. Ja, jullie hebben wel je eigen ideeën in kunnen brengen. Ja, dat ging echt in samenspraak. Maar eigenlijk zijn ideeën, dat sprak ons eigenlijk vrijwel iedere keer direct aan. Dus dat was elke keer zo geregeld. Ja, ja. Leuk. Ja. En dit concept, hoe zijn jullie daar opgekomen? Want je zegt zelf al, Den Tol heeft nog 3 andere. Ja, dit is nummer 4. Dit is nummer 4. In de rij. Klopt, inderdaad. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Nijmegen. En de andere 3 zitten allemaal in een beetje een ruime straal rondom Nijmegen. Dus de afgelopen jaren eigenlijk kwam ik daar altijd al graag. En niet alleen ik, maar met mij eigenlijk heel veel mensen om mij heen. En dus dat was is een heel bekende restaurant. En dus toen wij dus hierover gingen praten, toen dacht ik meteen, ja, Den Tol, dat is echt, vinden wij in ieder geval een heel prettig concept. Ja. En wij dachten, nou, dat zal in Helvoort ook niet misstaan, dus waarom niet? En zo is het een beetje gegroeid. En nou hebben we hier een pannenkoekenhuis. Ja. Het is niet zomaar een restaurant van Franse keuken of zoiets. Nee, het is echt een pannenkoekenhuis. Ja. Wat maakt het anders dan de anderen in de omgeving? Ik ken ze niet allemaal in de omgeving, moet ik echt heel eerlijk bekennen. Wat Den Tol in het algemeen anders maakt, is dat als je om je heen kijkt, zie je het al een beetje. Het is niet de geëikte houten bruine stoelen, de Brabantse, boerenkleedjes op tafel, dat is het niet. Het zijn allemaal restaurants met een echt een moderne
uitstraling. Ja, dat is een andere beleving als je binnenkomt. Het is, alle vestigingen zijn echt zo gericht op een brede doelgroep. Voor jong en oud. Alleen wij... Kinderen en gezinnetjes ook welkom. Absoluut. Als we nu allemaal heen kijken, zitten zelfs aan de andere kant. Twee dames van 7 jaar samen te eten hier. Dus hartstikke leuk. Nee, we hebben ook een kinderhoekje. Ja, het is niet inderdaad het grote speelparadijs wat je vaak ziet. Maar dat is ook wat een tol ook weer anders maakt. Ja, dat is een keuze. Is een keuze. Ja. En het is heel erg uit eten. Okay. Nou, we lopen even verder naar het volgende gedeelte. Die ook heel anders in kleurzetting. Ja, klopt. Ja, dat is, dit is meer het blauwe gedeelte en dit is meer het groene gedeelte, om het zo maar te zeggen. Ja, dit is ook een ruimte die we gewoon vaak gebruiken als we grotere groepen hebben. Ja. En die kunnen we hier makkelijk kwijt. En die zijn natuurlijk vaak ook wat luidruchtiger, wat logisch is. Dus dan hebben de andere gasten daar natuurlijk ook minder last van. Dus we proberen altijd een beetje te kijken van, oké, een grote groep, die kunnen we vaak dus makkelijk hier kwijt. Ja. En sowieso als het druk is, dan zit het natuurlijk aan deze kant ook helemaal vol. Ja, ja. En in het weekend is... heel erg nodig, denk ik. Ja. Deze ruimte ook. Ja, die is absoluut noodzakelijk, ja. En nou zag ik hele leuke jonge meisjes hier rondlopen. Mm-hmm. Komen die ook uit Helvoort? De meeste komen uit Helvoort, inderdaad. We hebben ook wel wat jongens en meiden uit Vught. En vooral Vught eigenlijk. Dus, maar het zit wel heel erg gecentreerd hier in het dorp, dat klopt. Oké, okay. Ja, dat is wel heel voornaam, toch? Ja. Voor jongeren zeker. Ja, nou ja, absoluut. Ja. En het is ook leuk, want je leert zo een hele hoop jeugd kennen. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Dus en zij ook weer, hè. Dus niet iedereen kent elkaar, ook al woon je in een klein dorp. Dus zij ontmoeten ook weer dorpsgenoten waar ze ineens mee werken. En die, ook vriendschappen weer kunnen worden. Dus Ja, klopt. Ja, of een paar jaar verschil en niet elkaar kennen. Ja, ja. Via de sluitroute, via de bar. Oké. Oh, ik ben net over bij het kerstmeer, hoor. Ja, nou. Zou gerust kunnen. Ja, nou, een sociale hier. Ja. Dat zou kunnen. Oh, oké. Okay. Nou, we hebben diverse biertjes op de tap. We hebben ook ons eigen bier trouwens. Ja. Eigen gebrouwen bier. Hallo. Die een dubbel biertje die heel erg lekker is. En heel lekker dessert. Ja, ook dat zeker, zeker. En wat misschien niet heel onbelangrijk is, we hebben ook een afhaalmogelijkheid. Een afhaalsoort? Ja, inderdaad. Ja, gebeurt ook niet altijd. Die kwam ik niet tegen op jullie website, dus die stond op mijn vragenlijstje. Oh, nou, het staat wel op de website erbij. Nee, je kunt gewoon bellen als je een pannenkoek wil bestellen. Ja? En die krijg je ook gewoon, net zo eigenlijk als een pizza, een hele mooie... Pizzadoos? Ja, nou, het is niet eens een doos. Het zijn echt een mooie... van foam warme warmhoutboxen, zeg maar. En die krijg je ook weer mooi in een tas van ons mee naar huis. Interessant. Ja, dus dat kan ook gewoon. Dat kan ook gewoon. Ja. Nou weet ik dat de Zwarte Leeuw dus die hotelherbergfunctie had. Mm-hmm. Ja. Wonen jullie hierboven? Nee. Mag ik heel nieuwsgierig zijn en vragen wat er dan wel is? Ja, nou boven hebben we wel ook net zo extreem verbouwd, zeg maar, als beneden. Okay. En daar hebben we 4 appartementen gerealiseerd. En die appartementen zijn ook best forse appartementen. Met een, we hebben allemaal een beneden en een boven nog. Ja. En die worden verhuurd. Ja, ze zijn best groot. Ja. Dus, okay. Dus geen hotelfunctie geen meer. Geen hotelfunctie, nee, maar gewoon maar wel, verhuur. Ja. Wel gewoon bezet, klaar. Precies, ja. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Nou, dit is de keuken. Dit is Rob, onze kok. Goedendag, maar Rob. Aangenaam. Hallo. Ik ben heel benieuwd naar jouw bakkunsten en hoe werkt dit nou? We hebben moet jij echt van
van de een naar de andere als het druk is? Ja, als het druk is, dan bak ik met 13 pitten. En gaat dat goed? Dat gaat steeds beter. In het begin was het wennen, maar nu gaat het best wel goed eigenlijk. Ik zie de andere dus op carousel hebben. Dat is makkelijk, dan hoef je niet heen en dan weer. Dan hoef je niet te heen en weer, alleen daar leidt je pannenkoek wel onder. Dit zijn, kunnen mooie krokante en vooral gare pannenkoek kunnen serveren. Ja. Daar zit ook het grote verschil in. Het enige nadeel is wat je hebt, is dat je moet wel opletten, anders heb je een zwarte pannenkoek. Maar over het algemeen, als je hem goed in de gaten houdt, dan bak je veel lekkere pannenkoek als in de carousel. Hoe gaat dat dan als je hier een volle bak hebt en een tafel van 10 en mensen allemaal dezelfde tegelijkertijd de pannenkoek willen halen? Dan, ik heb sowieso 13 pitten, dus ik kan 13 pannenkoeken in één keer kan ik serveren. Ja. Aan die zijde van de keuken wordt de pannenkoek ingegooid. Dus mocht er een boer op... Ingegooid wil zeggen, daar wordt groente, bijvoorbeeld ui, champignons, spek, paprika, dat soort dingen, die worden al ingegooid. Variaties worden erin gegooid. Dan zet ik ze op het vuur, doe ik er beslag bij, wacht ik tot ze hard zijn, doe ik ze omgooien en als ze goed zijn dan leg ik ze hier bovenop waar ze naast op bord gaan en dan worden ze geserveerd naar het restaurant. Oké, okay. Nou, dan is die net zo goed als een carousel denk. Ja, zeker. Ja. Wat doe je nou met mensen die een allergie hebben? Ik zie dat jouw beslag al klaar staat. Ik heb inderdaad gewoon beslag. Ik heb ook een speciaal beslag voor glutenvrije en lactosevrije mensen. Ja. Daar gebruiken wij een boekuitbeslag voor. Dat kan eventueel ook met of zonder ei. Dus als mensen ook geen ei erin willen, dan kan ik ook zonder ei maken. We hebben aparte pannen voor, dat blijft gescheiden. En evenals ook een notenallergie bakken we daar ook in. Dus dan zijn zonder noten, daar blijven al onze pannenkoeken blijft altijd vers en zeker goed. En zeker voor mensen met allergie is het belangrijk dat dat ook gescheiden blijft. Wordt altijd apart gebakken. Ja, super. Heb ik dan nog meer vragen? Wel jouw kunst van gevangen. Want ik weet hoe dat ik het zelf doe. Met mijn eigen beslag maken. Met melk en zo. Ja. Ik vind het heel lastig. Als ik voor mijn gezin moest koken. Dan stond er dus een extra pan op het vuur. Pannenkoek warm te houden. Ja. Ja, dat is niet handig. Ja, het grote voordeel is natuurlijk, we zijn sowieso vergeleken met thuis erop ingericht om de pannenkoek snel te kunnen serveren. Dus we hoeven hem ook niet warm te houden waar hij slap van wordt. We gebruiken altijd een warme pan, geklaarde boter. Dus dat is een boter die wij smelten en daar halen we het vocht halen we uit, zodat je geen spetterpraktijk in je pan krijgt, waardoor je een mooie krokante koek kan bakken. En verder gebruiken we alleen maar verse ingrediënten en een goede basis voor ons beslag. Klinkt heel lekker. Ja, het is ook heel lekker. Ja, mag ik hem proeven? Ja, natuurlijk mag ik hem proeven. Super, dankjewel. Oké, alsjeblieft. Speciale pannenkoeken. Mm-hmm. Oh, lekker. Ja. Nou ja, dat zei ze eigenlijk ook. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat het niet zo is, maar ze zijn ook echt heel lekker. Ja. Okay. Nou, even buiten. En jullie hebben zo'n mooi terras. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk ook tot best wel laat nog zon. En dat is natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Dus dat is echt lekker zitten. Ja. En fietsers komen hier ook langs, hè? Want de fietsroute van langs de M65 vanuit 50 komt hier langs. Ja. Jullie hebben ook nog een heel mooi parkeerterrein hier aan de achterkant. Voor als de mensen met auto's vanaf de M65 hier willen aanmeren. Klopt, klopt ook. Ja, we zijn hier een fietsknooppunt. Dus op de routekaart worden we benoemd. Of in veelal is dat natuurlijk nog de Zwarte Leeuw. Ja. En dat duurt altijd een tijd, zeg maar, voordat het helemaal veranderd is en ingeburgerd is. Ja, ja, dat moet ook doorgegeven worden. Ja, precies. En de mensen die met de auto komen, hebben inderdaad achter het pand hebben we een groot parkeerterrein. Ja. En wij hebben hiervoor dus fietsenstalling. Dus dat is, er moet ook het verder geen probleem zijn. Het ziet er uitnodigend uit, nou, gelukkig. En als ze een platte band hebben, kunnen ze naar de fietsenmaker hier langs. Kan ook nog, ja. Of een fietspom. Misschien moet ik die zelf nog aanschaffen. Dat zou ook nog kunnen. Vraag. Die M65 is een heet hangijzer. Ja. In Veugd, Haren, Helvoort. Richting Oosterwijk, zo naar Tilburg toe. Ja.
wat ermee gaat gebeuren. Ja, wat gaat ermee gebeuren? En dat zou ook consequenties kunnen hebben. Hebben jullie daar bij stilgestaan? Nou, we hebben ons wel een klein beetje ingelezen in de besluiten, zo links en rechts. Wij verwachten niet dat het voor dit punt, dit horecapunt, dat enig nadeel zal ondervinden als er straks iets verandert. Ja. Ik begreep dat er bij deze kruising dat er een fietstunnel gaat komen. Maar hoe exact? Ja, dat, politiek is daar heel erg zoekende in. Ja, zowel precies. De plaatselijke als de landelijke politiek. Ja. De Rijkswaterstaat moet er ook natuurlijk in meegaan. Ja. En inzichten kunnen veranderen. Ook dat. Ja, ook dat. Dus we zullen het zien inderdaad wat de toekomst gaat brengen hier aan de weg. Maar ja, we verwachten niet dat wij daar erge hinder van ondervinden. Nee. We hebben de fietsers net besproken en een medeweggebruikers op N65. Ja. Ik zie dat jullie de hond ook welkom is. Ja, nou ja, zeker hier buiten op het terras. Ik ben zelf ook een enorme hondenliefhebber. Alleen binnen uit hygiënisch oogpunt eigenlijk niet. Dat is wel lastig, hè? Ja, en hulphonden is natuurlijk een ander verhaal. Ja. En, maar ja, goed, hier buiten op het terras is alles en iedereen welkom. Dus ook de honden. Alles ja. En iedereen welkom. Speciale acties die jullie hier houden, zijn die op de website te vinden? Kunnen jullie adverteren? We hebben op Facebook doen we wel wat aan promotie. En vanuit de organisatie Den Tol worden de dingen opgezet. En dat gaat dan via website of via alle andere kanalen wordt dat dan geuit. Daar heb ik dan weer niks mee van doen. In die zin dat het alleen voor ons ook geldt, zo'n actie. Okay. Ja. En welke acties gaan jullie dan zelf nog opzetten? We hebben momenteel een openingsactie lopen om bekendheid te genereren. En mensen te laten weten dat we open zijn of dat we bestaan überhaupt. En dus die actie... Die heb ik voorbij zien komen. Oh, nou heel goed. Dat merkt hij. Dat is heel mooi. En in de toekomst zullen er nog wel andere dingen komen. Maar dat is wat momenteel even loopt. Ja. En hoe ziet er de toekomst dan uit? Voor de tol, heel kort. Ja, nou ja, in ieder geval binnen enkele weken hebben wij hier ook naast de pannenkoekenkaart ook een uitgebreide lunchkaart. Oh, vertel. En we hebben natuurlijk zoveel ingrediënten in huis, hè, zoals een zalm, een gerookte zalm of een carpaccio, et cetera. Nou, daar kunnen we natuurlijk heerlijke broodjes van maken. Ja. Maar dat gaan we ook aanvullen met uitsmijters, om zo ook het zakelijk verkeer hier te bedienen, wat toch de hele dag hier voorbij komt. Ja. Dus waarschijnlijk zal ook een actie gericht zijn op lunch. Dan verwacht ik dat de volgende actie zal worden. Ja. Erg nieuwsgierig. Ja. Nou, dan gaan we binnen even kijken. Ja, of even proeven. Dankjewel. Mag ik jou bedanken? Ja, graag gedaan. Mijn nieuwsgierigheid is grotendeels bevredigd. Nou, gelukkig. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Nou, ik hoop dat het goed bevalt, maar daar ga ik gewoon heel vanuit. Oké, dankjewel. Eet smakelijk, persoon. Ja, dank je. Kunnen jullie zelf eten? Ja. Ja, ik denk ook. Goedenavond. Ja. Hier was wat breebrood. Daar zit een kerrydip bij, een ravioli dip. En de wrap met pannenkoekje met wat roomkaas en zalm. Oh, klinkt lekker, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, dat zou ook zijn. Oh, je brengt een verrassing. Ja, ik heb gewoon gelijk van alles meegenomen. Op deze pannenkoek ligt de borst. Het is een pannenkoek met appel, krenten en rozijnen. Daarnaast de pizza pannenkoek. Geitenkaaspannenkoek met zo'n tomaat. En een brie met walnoot. Zit er nog wat honing bij. Oeh, lekker. En daarnaast hebben we voor u meer van dit seizoen de aardbeien, vers fruit. Banketbakkerschroom en bananen. Nou, dat is super. Ik ga proeven. Helemaal goed, geniet ervan. Dankjewel. Zo. Voor ons ook gevulde hap. Een pannenkoek met kambas, verse groenten en een pittige saus. Oké, dankjewel. Smakelijk. Ja, dank je. Ik ben benieuwd.
Je brengt nog iets lekkers. Ja, zometeen voor u. Ook een van onze gevulde happen is het Thaise pannenkoek. Met kip, een Thaise curry en verse groente ook. Nou, dankjewel. Smakelijk. Ja, dankjewel. Het was een heerlijke proeverij en we weten nu welke keuze we moeten maken als we terugkomen. Dankjewel. Welke?